Schoon ik wou de kachel aan gaan steken, wat denk je beste mensen, de kachel was bezweken. Ik sprak toen in mezelf een hele grote vloek, en toen ben ik daar gaan zitten, huilen in een hoek. Ik ging toen naar de buurvrouw, dat is een aardig mens, en ik zei tegen haar, ik heb een grote wens. Toen zei ze, nou je zegt het, onder ons zet ik wat thee. En toen ze dat gedaan had, zei ze voor de dag ermee. Ik zei dat je me mag, dus doe me eens een lol. Ik heb het koud, dus kruip bij mij onder de wol. Ach, je kan de snoesjes op, dat heb ik lak. Neem jij maar een warm waterzak. En een kumper, hè? Ja! Ja. Dus ik maakte een praatje over dit en dat, over fritjes en fratjes, over koetjes en kalfjes. Ik betaalde ze een glaasje van de allerduurste wijn. Het was net of ik gedacht had, dat vond ze nogal fijn. Ik betaalde ze er nog een, je snapt het allemaal. Om niets te brengen, verzoop ze mijn hele kapitaal. Maar dat gaf niet, ze was mogelijk.